in maart hebben we een leuke voorpootjes op challenge georganiseerd en jullie gevraagd om leuke, creatieve foto's en filmpjes in te sturen voor die challenge. En dat hebben we eigenlijk vooral gedaan om jullie plezier te geven met je hond, dat je lekker bezig bent en andere mensen daar ook van te laten genieten. Nou, het wordt tijd om de prijswinnaars bekend te maken. En dat was echt wel moeilijk, want er waren heel veel inzendingen. En ja, sommige waren echt heel grappig, creatief, een leuke fotocompositie. En soms ook best wel moeilijk voor de hond om uit te voeren. Dus we hebben per categorie hebben we drie toppers geselecteerd. En je hebt de categorie pups en jonge honden. En de categorie volwassen honden. En Ferry gaat zo dadelijk de prijswinnaar bekendmaken. Maar als je naam genoemd wordt, blijf dan toch nog even kijken. Want wie weet volgt er nog een leuke verrassing. Ik heb voor de puppies en de jonge honden heb ik drie toppers. Dus drie mogelijke prijswinnaars. Ieder staat op een briefje. Ik doe het in de schaal. En ik ga Ferry vragen om er eentje voor ons uit te kiezen. Goed zo, dat is de eerste. Oké, dit is de eerste prijswinnaar in de categorie pups en jonge honden. Jij krijgt je snoepje, hartstikke goed. Nou, we gaan de andere twee even apart leggen. En de prijswinnaar leggen we hier. Komen we nou bij de categorie van de volwassen honden en de gevorderde honden. Goed zo, knappe meid. Goed hoor. Oké, zo maar dan. Zo dan, heel goed. Nou, we hebben nu ook de prijswinnaar voor de wat oudere pubers en volwassen honden. Wat ik wil gaan doen, deze twee kanshebbers leg ik ook even apart. Zo. Wat we gaan bekendmaken is eerst wie de winnaar is van de pups en jonge honden. En daarna van de volwassen honden. En vervolgens hebben we nog een kleine verrassing voor de twee andere kanshebbers per categorie. Nou, voor de categorie pups is het geworden Carly met Pepper. Gefeliciteerd, hartstikke goed. Voor de categorie volwassen honden is het geworden Michael met Socks. Gefeliciteerd! Voor de andere inzendingen, zeker uit de top 3, willen we toch graag ook een poedelprijs geven. Dus we gaan kijken welke twee anderen ook meededen voor de hoofdprijs, maar nu de poedelprijs hebben gewonnen. Dat is Janneke met Haley. En snoepje voor jou. Femke met Nola. En voor de andere twee prijzen van de oudere pubers en de volwassen honden zijn dat Laura met Mishka. En Jolande met Ravi en Juna. Van harte gefeliciteerd. Het luxe snackpakket komt naar jullie toe. En de poedelprijzen krijgen ook een klein snackpakketje. En we hopen dat jullie heel veel plezier gehad hebben. En dat we elkaar snel weer in het echt kunnen zien.